Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naart en geen financieel advies. En in deze video wat nieuwtjes. Bitcoin is uit een bearish structuur naar beneden aan het uitbreken. Waar gaat de koers naartoe? Wat kunnen we verwachten? Maar we beginnen eerst even met de nieuwe website die is gelanceerd, waar ik apen trots op ben. En dat wil ik ook met jullie vieren. En dat doe ik dan natuurlijk met de gratis cursussen die ik weggeef ter waarde van 1000 euro. Cursus 1, cursus 2 en ook een aantal proefmaanden in de Premium Discord groep. Als je wilt Meedoen, inloggen met een van deze methodes en je kunt dan aan de drie voorwaarden voldoen, en daarmee maak je dus kans om de cursussen te kunnen winnen. Dan de Fear and Greed Index, die is terug naar 21, dus die angst die zit er ook nogal goed in en het is ook niet onlogisch. De koers die is eigenlijk wat zijwaarts aan het bewegen, de patronen die zijn er, maar die zetten ook niet allemaal even goed door. Um, de angst blijft erin zitten. En dat zorgt er ja, in mijn ogen voor dat het niet die echte FOMO in Bitcoin is, waarbij iedereen aan het bijkopen is. Um, dat, die, dat is een fase die in mijn ogen nog wel moet komen. Dan Biden onthult dat er een Amerikaanse budget nodig is van 6000 miljard in 2022, wat een heleboel geld is. En ze gaan proberen dat te krijgen bij de rijkste bedrijven en individuen om die wat meer te belasten wat in mijn ogen ook een heel goed idee is, want ze be we betalen eigenlijk helemaal niks. Maar de rest van het geld, dat moet ook ergens vandaan komen. En dat zal worden bijgeprint. Dus nog een bullish punt voor Bitcoin wat dat betreft. Dan investeerde ICAN, die wil met minstens 1 miljard dollar Bitcoin en crypto stappen. En daarbij heeft hij het was, uh, voornamelijk over Bitcoin en Ethereum. Um, dus ook hier weer goed nieuws voor Bitcoin. Maar we zien dat dit eigenlijk nauwelijks effect heeft op de koersen. En dat, en dat zie je ook terug in die fear and greed index. De mensen zijn nog bang, dus die durven we ook niet zomaar bij te kopen. Ondanks dat die koers, uh, ondanks uh, het goede nieuws dat we toch ook wel zien de laatste dagen. Goed, wat zien we op de koers? Um, hier de daily. En als ik even alles eraf haal, nogmaals, onder de 200 daily moving average zijn er op afgewezen. Wederom, onder de 12 mee. de bears hebben op dit moment zeker de overhand Zolang ze nog onder de 200 daily moving average en de 12 hiermee zitten. En de 0,382 Fibonacci op de 41.000 dollar. Daaronder moeten we gewoon ja, een bearish pet op hebben. En dat betekent niet dat we per se een nieuwe bodem moeten gaan maken. Ook al moeten we daar zeker rekening mee houden. Die structuur, hè, als dit een um, bearish pennant wordt. Zoals ik gisteren eigenlijk uitlegde. Zou dit zeker naar de 28.000 tot 24.000 dollar kunnen gaan. Hè? Dus een bearish uitbraak met een. Um, Bears afwijzing is een mooi moment om toch een goede short te starten. Op de dagelijkse, in ieder geval. En op de lage timeframes zien we ook een head and shoulders. Eh, maar nogmaals, ik verwacht eigenlijk niet dat we die 30.000 dollar gaan breken. Maar goed, als we dat wel doen, dan wil je daar wel gebruik van kunnen maken natuurlijk. Eh, dus mijn verwachting is nog steeds dat we binnen deze witte box zullen gaan bewegen de komende weken. En die witte box kan ook eerder afgelopen zijn. Het is eh, meer de range tussen de 43.000 en de 30.000 dollar waar ik het dan over heb. Maar volgens nog, bears hebben de overhand. Het eh, volume is wel aan het afnemen. Binnen deze symmetrische driehoek. En zodra het volume naar beneden uh, heel erg toeneemt, uh, tenminste als het bearish volume heel erg toeneemt nu, dan verwacht ik ook dat we goed door kunnen zetten. En als we hier uh, laag volume blijven zien, dan zouden we een ommekeer kunnen krijgen. En dan wil ik ook wel bullish volume zien. En dan zouden we met een 1 poging, twee, drie eigenlijk, en misschien wel de vierde poging, de 200 delen moving average naar boven kunnen breken. Maar dat is wat dat betreft ook nog even afwachten. En hoe dat gaat uitspelen op de lagere timeframes ziet het in ieder geval iets meer bearish uit. En dat deelde ik ook vanochtend hier in de Premium Discord groep. Potentiële Head and Shoulders die naar beneden aan het uitbreken is, hoe we die gaan traden. En ik doe dit niet altijd zo uitgebreid, want het doel van de Premium Discord groep is om het zelf te kunnen leren, natuurlijk. Maar met enige regelmaat zal ik zeker mooie trade setups delen. Dus wat zien we hier eigenlijk? Um, ik zal dit nog even weghalen voor de duidelijkheid. Gisteren een rising wedge. Die is naar beneden uitgebroken na een mooie hertest. Even de tool erbij pakken. Hè, dus we kregen hier eigenlijk een tweede hertest. Hier nog een hertest. En dat brak dan eigenlijk naar beneden uit. Um, maar daarna kwam de koers eigenlijk best sterk weer terug. Om opnieuw de rising wedge te hertesten. De mensen die hier een stoploss hadden eruit te wippen. Um, en daarna is de koers eigenlijk weer naar beneden gegaan. Ik had hier eigenlijk nog een mooie short willen plaatsen, maar ik had er niet veel vertrouwen in, omdat de bulls vrij sterk waren. En dus ik dacht, nou, als je hier short gaat, dat is veel veiliger. Uiteindelijk zijn we er helemaal niet gekomen. Goed, je kunt niet alle trades pakken, natuurlijk. En wat we hier zien, is dus een potentiële head. En tenminste, een potentiële de head and shoulders is al uitgebroken. He, dus hier een linker, rechterschouder hoofd. En de linkerschouder, de neklijn hier, die is inmiddels uitgebroken naar beneden. Um, maar goed, nogmaals, bitcoin is eigenlijk vooral erg zijwaarts aan het bewegen in deze uh, fase. Dus hè, we hebben verschillende patronen gezien, waarvan de Falling Wedge eigenlijk het beste is uitgebroken uh, naar boven. Maar op dit moment hebben we Head and Shoulders. De vraag is, gaan we hier doorzetten? We zien wel dat het bearish volume begint toe te nemen. Um, dus dat is. Uh, positief voor de short trade in ieder geval. De technische target ligt op de 33.900. En eigenlijk verwacht ik sowieso al dat we richting de Golden Pocket gaan. Hè, rond die 35.000 dollar in de komende dagen. Uh, in het weekend ook. En we zouden dus verder door kunnen schieten naar beneden. Uh, dus deze short zeker door laten lopen. Uh, en niet volledig hierop sluiten. Um, hè, dus, en deze had je dus op een hertest kunnen spelen, maar we hebben niet een mooie hertest gehad van de neklijn. Dus het is vaak dat of die hertest of als een eerdere low wordt gebroken. Hè, bij de rode pijl was het een mooi moment om in te stappen. Stop los inmiddels boven deze high hier, deze laatste mini high op 38.454. Dus we gaan kijken wat er met Bitcoin gaat gebeuren. Als we dit verder doorzetten, dan zien we in ieder geval weer support rond de 36.000 dollar. En dat is hier zo. Dus dat was eerder ook een weerstand. Dus dat zal hier in ieder geval een kleine support bieden. De 1 RSI zal dan ook oversold zijn. Dus dan zou er in ieder geval iets van een bounce kunnen krijgen. Waarbij de koers ook even een kleine bounce omhoog krijgt en doorgaat naar beneden daarna. Dus dat zie ik in ieder geval kom, ja, gebeuren voor de komende tijd. En daarna is het afwachten ja, hoe diep we komen. Komen we op die 33.000 dollar. Gaan we deze low ook verbreken. Dan zou er nog wat meer paniek kunnen komen wat dat betreft. Um, en dan zouden we ook nog richting de 30.000 do dollar door kunnen gaan. Um, maar voorlopig nogmaals die range tussen de 43.000 en de 30.000 dollar. Is in mijn ogen het speelveld de komende periode. Dan als we nog even kijken naar Ethereum. Ook hier zoals in de video besproken gisteren. Rising Wedge is inmiddels ook gehertest, naar beneden uitgebroken. En ja, die zal ook met Bitcoin meegaan door naar beneden. Hè, waarbij er een sterkere support zit hier in de Golden Pocket regio op de 2180 tot de 2140. En dat is ook de technische target van deze Rising Wedge eigenlijk. Dus dat voor crypto op dit moment. Uh, korte termijn ziet het er bearish uit. In de komende weken kunnen we tussen die 43.000 en 30.000 dollar blijven bewegen voor Bitcoin. Um, ja, en daarna is het kijken: kan die bearish, eh, als we veel bearish volume krijgen, zouden we op de daily door kunnen gaan richting de 28.000 en 24.000. Maar dat is een scenario dat moeten we nog even ja, stap voor stap bekijken wat dat betreft. Morgen nog een video op mijn kanaal: Bitcoin, een aantal altcoins. En de rest van de updates die komen natuurlijk in de Premium Discord groep. En ik zou zeggen, happy trading, een heel fijn weekend. Het is eindelijk weer mooi weer, geniet ervan.